Telbi toch tara. Inanip, inanip. Tara toch telbi. Dat is een gedicht van Lutjebert uit 1951 en mijn gast van vandaag, Michel Cuvelier, Welkom in Winteruur, heeft ook een gedicht bij van Lutjebert uit 1951. Wat een toeval. Dat is het. Welkom in Winteruur, heb ik al gezegd, Michel Cuvelier. Presentatrice van de ochtendshow op Studio Brussel. Vijf dagen in de week om ja. vier uur opstaan, betekent Klopt. dat. Ja. En dus gaan slapen om... Acht uur op een domme dag om tien. Ja, dus we hebben gelukt dat jij zo lang wou wakker blijven. Exact. Ja, dat is heel voor ja. ons. Uh, en afkomstig uit Ardooien, mm -hmm. waar uh, pff, heel veel bekende Vlaameren ja, ja. vandaan komen. Dat is echt een hotspot. Ja. Mark de Grisse, of de Grijze... Fried Lessage, Gunther Lessage en Laura Lin, Laura -Lin, ook. Laura -Lin. Ah, ja. ja. Ik dacht dat je noem maar op. En, en noem, noem maar op. Maar op. Ja, ja ik moest daar maar klaar. En je hebt, dat heb ik al gezegd, een gedicht van Lussebert. Ik zeg eigenlijk Lussebert, maar in Nederland heb ik al Lutje Bert. En... Ja, ik had gehoord op school Lutje Bert dus ik weet het eigenlijk ook niet meer. Lutje Bert? Ja. Want je hebt het op school leren kennen. Dit. Ja, ja. Okay. klopt. Lees eerst voor. Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Waren ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar waren ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap, de stenen stenen, dieren dieren, vogels vogels weg zou niet zo bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten, die momentopname zijn van die weg. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid, schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen. Zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hij met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Niet maar alleen het kwade, de doodsteek, maakt ons opstandig of demoedig. Maar ook het goede, de omarming laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de taal in haar schoonheid opgezocht. Hoorde daar dat zij niet meer menselijks had dan de spraakgebreken van de schaduw, dan die van het oorverdovend zonlicht. Dank u wel. Je, hebt, hè, je, je zei dat net, ik heb dit op school leren kennen. Want ja. Je hebt woord gestudeerd. Ja, ja, ja. Aan ja. um, het conservatorium. Ben je blij met hoe je het voorgelezen hebt? Ik hoop het. Het is wel zo... Dat er een soort stem in mijn hoofd is van ja. de vroegere professoren, leerkrachten. van Ben ik het juist aan het doen? Want er zijn bepaalde dingen waar ze op hameren. Ja. Uh, en was die stem aanwezig nu? Ja, ik hoorde hem wel. Ben ik goed aan het neerleggen? Dus dat is wat je moet doen. Elke zin moet je zo. Elke zin neerleggen. neerleggen. Alsof het de laatste zin het, is die exact. je ooit uitsprak. Ja. ja. En het is lang geleden dat ik nog een gedicht heb moeten voordragen. Sinds toen. Dus dat is nu wel. Was dit een gedicht dat je moest voordragen dan? Dat was er nu uitzonderlijk geen, omdat we wat ja. het vak podium, dan moesten we daar heel veel ja. gedichten brengen, Pablo Neruda-achtige dingen. En dit was van het vak analyse, daar heb ik het leren kennen, echt tot op de lettergreep letter analyseren. Hoe zit dat gedicht in elkaar? Oké, okay. en wat betekent het? Hè? Dat is een hele goede vraag. Het is uh, straf Kan je daar toebak, iets over zeggen? Ik, mee ik, ik kan dat proberen. Ik kan zeggen wat het voor mij betekent. Um, ik kan ook zeggen wat de leraar heeft gezegd, wat het betekent. Want het is geschreven in 1951, ik wist dat zelfs niet. Ik wist dat na de Tweede Wereldoorlog is geschreven. En dat, dat is de historische context van het gedicht. Waar gaat het over? Alles is kut. Um, Alles is kut, dat Ja, is het eigenlijk wel. Uh, schoonheid is niet voor de mensen. Schoonheid is voor larven. Uh, wij zijn maar broodkruimels. We zijn nietig. Um, er is geen schoonheid meer, of toch niet voor de mens. Dus dat is de historische uitleg. Historisch net van de oorlog is gedaan, er is ook miserie. En exact. En kapottigheid. kapottigheid. Ja. Dus vanuit die opeloosheid ja. denk ik, Eflutje werd dit geschreven. Maar waar gaat het voor mij over? Ik zie daarin, ook al lijkt het super pessimistisch en dramatisch, er zit toch een hoopvolle rand aan, gek genoeg. En dat zit hem in de eerste zin. Ik tracht op poëtische wijze. Dus als alles Alleen kut de, is, eerste de eerste regel? De eerste regel, exact. Ja. Um, ik tracht op poëtische wijze. Je kunt je de vraag stellen, als alles even kut lijkt en de wereld is naar de kloten, waarom zou je dan nog een gedicht schrijven, überhaupt? Mm -hmm. Het gedicht gaat over lelijkheid, maar hij tracht wel op poëtische wijze en het is, ironisch genoeg, een superschoon gedicht geworden. Ik vind het zelfs, ik tracht op, als we dan de hele eerste zin nemen, ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen eenvoudig verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Ja. Dat is uh, eigenlijk enorm ambitieus. Ja. Dat is Vincent Company die zegt, ik wil speler, trainer zijn bij Anderlecht, de titel winnen en de Champions League. Zo begint hij eigenlijk ja. aan dit gedicht. En soms heb je dan blessures, als je ambitieus bent. Ja. ja, soms heb je dat een blessure. Maar dus dat is zijn intentieverklaring, misschien wel. Als dichter. Voor, als dichter ja. Of voor dit gedicht. Of ja. allebei. Hè? Dat vind ja. ik heel schoon. Dat vind je heel schoon. Ja. ja. Want hij komt daar ook op terug. Mag ik eens even ja, ja. een tekst erbij? Op het einde. Ja. Ik heb daarom in haar taal. Dan komt hem terug op wat hem eigenlijk probeert: zijn missie als dichter. Ik, ik heb daarom ja. de taal in haar schoonheid opgezocht. Hoorde daar dat zij niet meer menselijks had. Dan spraakgebreken van de schaduw, dan die van het oorverdovend zonnetje. Ja. Het is niet heel duidelijk wat dat betekent. Nee, voor mij ook niet 100 Maar het is altijd geen goede conclusie, heb ik het gevoel. <laughs> nee, ik heb de schoonheid opgezocht. Ik heb getracht op was wijze, maar het was toch niet, uh, het was toch niet dat. De taal heeft niks meer menselijks. schoonheid ja. is niet meer voor de mens. Ja, Een compagnie die zegt van ja, we hebben wel weer verloren, <laughs> maar we hebben wel mooi voetbal gespeeld. Ja. Ik, ik Heel goed. vertaal het voor de, de mensen die naar um, hoe heet het extra time hebben gekeken, mm. die nu nog altijd aan het kijken zijn. Ja. Tussen dit, dit einde en het begin. Ja. Ja, wat staat er daar allemaal? Je zegt het is kut. Dat ja. is de samenvatting. Dat is de zeer compacte samenvatting. Mm -hmm. um, wat staat er daar? Uh, wait, wait, uh, andere... Dat is een ander <laughs> geval. Even terug. Um, en dan heeft hij het over uh, de weg van geboorte naar ontbinding. Het leven. Uh -huh. De ruimte van het volledig leven. Uh -huh. hè? Van geboorte naar ontbinding. Steen, steen. Dier, dier. Vogel, vogel. moet zeggen als ik te vaag ben. Hè? Um, maar dat is een lijn naar omhoog. Het mensenleven. Van je wordt geboren en je gaat dood. Uh -huh. Die weg is bevuild. Het is uh -huh. vuil. Het is een vuile bedoeling. Yeah. Um, Waarin er geen schoonheid meer te vinden is ja. in deze tijd. Heeft dat Wat ook... men noemde schoonheid, ja. schoonheid heeft zich verbrand. verbrand. Ja. Als je weet dat hij is geschreven na Auschwitz, na Tweede Wereldoorlog, na fascisme enzovoort, kun je er wel iets bij voorstellen? Schoonheid Wat dat bedoelt? biedt geen troost meer aan de mensen. Nee. Ze biedt nog troost aan de larven, de reptielen en de ratten. Ja. Maar de mens verschrikt zij. Ja. En staat er dan, treft hem met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Vind ik vind het een prachtige regel. Want? want uh, ik denk dat er geen schonere manier is om nietigheid uit te drukken. Je ziet dat voor je. Hè? Misschien is er wel... Ja. Brood. Een broodkruimel op. Ja. Is, dat dan, is dat een zin die Want dit dat is heel relativerend. ook, hè? Dus, ja. Na alles wat er gebeurd is en schoonheid die mij geen troost meer ja. biedt, is tot mij het besef gedaagd dat ik niet meer ben dan. Exact. Ja. Dan dat. Heel weinig, ja. nagenoeg niks. Ja. Ja. Is dat iets dat jou treft, dat je herkent? Dat je... Tuurlijk. Allee, dat is ook waarom ik het heb meegenomen. Is omdat wanneer hij het heeft, wanneer Lutjebert het heeft over deze tijd, de deze tijd kunnen perfect op nu projecteren. En ja, ik denk dat het eigen is aan elke mens, of enfin, hoop ik, dat je soms heel weinig voelt, nagenoeg niks. En dat, dat, dat je ook niet meer goed weet wat schoonheid is. Mm -hmm. Ik weet het ook soms niet goed. Je zit met Instagram, je zit met uh, filters, je zit met een beeld van wat dat schoonheid zou moeten zijn. Maar er komt heel veel op je af. In deze tijd, ik weet het ook gewoon niet. Is schoonheid goed. Dan voor jou, want je werkt voor Studio Boes, mm -hmm. muziekzender. Is, is het dan heel vaak muziek? <laughs> Dat is wel ik... vrij veel muziek, ja. Hey, ik vraag... Ah, zo, wat schoonheid is. Ja. Nou, ja ik dacht of, dat veel... of dat wij veel muziek draaiden. Um, <laughs> <In> de... da... <laughs> dat dacht ik wel, hè. Uh, ja, toch wel. Ja. We doen ons best. Uh, zeker. Zeker zit daar schoonheid in. En in dat gedicht. En in een goede film. Dat, dat... En, maar in wat je net beschrijft, als, uh, uh, verlies je dan soms het vermogen om van schoonheid, van, geniet, van uh, muziek wel, te genieten? Ja. Ik merk dat wel, Ik merk dat wel. Zeker als ik vergelijk met de tijd toen dat dit gedicht op mij kwam. Mm -hmm. Op woordkunst, dat was een verorbering van ah, tekst en, 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 en voelen en, 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 en kunst en de hogere. En dan ineens stapt je in het werkveld en dan is het van, oké, okay, uh, ik heb een badge. Om moeten opstaan. Om, ja, exact. Om vier uur opstaan, badge, uh, ja, werken. Ja. Werken. Beginnen voorbereiden, programma exact, maken. Exact. Heel hard in de realiteit. En ik merk dat wel, dat er wel een soort, er is iets weg. Er is iets weg. Ja. ja. Maar dat is niet erg, per se. Nee. Maar vergeet vooral niet, je bent niet meer dan een broodkruimel op de rok van het universum. Wil je het nog eens voorlezen? Ja. Ik tracht op poëtische wijze. Dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Waar ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar waar ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, Geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap, de stenen stenen, dieren dieren, vogels vogels weg, zou niet zo bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten die momentopname zijn van die weg. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid, schoonheid, haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen. Zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef een broodkremel te zijn op de rok van het universum. Niet meer alleen het kwade, de doodsteek, maakt ons opstandig of demoedig, maar ook het goede, de omarming, laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de talen naar schoonheid opgezocht, hoorde daar dat ze niet meer menselijk zat dan de spraakgebreken van de schaduw, dan die van het oorverdovend zonlicht. Dank u. Alsjeblieft. Slaap wel. Je zegt universum. Ja. Ik, ik zeg universum. Ja. ja, dat is raar dat ik universum dat... zeg. Ik zou ook ja. zeggen universum eigenlijk. Ja. Maar misschien leren ze het zo op, de, op het conservatorium. Je moet universum zeggen. Ja, misschien. Ik weet eigenlijk niet. Dat loopt er Ja Je hebt het twee keer zo gezegd. Shit. Universum. Dat is misschien ja. omdat het een gedicht is. En een gedicht is een universum. Een, versum, ja. een universum.